Dag meisjes van Katerie. Ik ben blij dat jullie mijn reader goed gelezen hebben. En je bedoelt de rider? Ja, ja, want ik had in mijn reader geschreven dat ik alleen kwam als Katerie ook werd uitgenodigd. Ha, meisjes, ik ben zo blij dat jullie er zijn, want ik vind Katerie kei leuk, want die zijn fan van mij. Ruben? Maar natuurlijk, ja, iedereen is fan van jou, ja. Elske. Maar zeg, vertel eens, hoe gaat het? Hoe is het met jou? Ja, goed. Heb je speciale wensen voor het nieuwe jaar? Ja, Ruben, ik heb een kinderwens. Zo jong en al een kinderwens. En moeten we daar nu meteen ja, iets aan doen? Nee, want maar allee, Jan, dan moet hij van de paas een kinderwens. Want die vindt mensen zo de kinderwens egocentristisch. Ja, en ik ben een kind, dus ik heb kinderwensen. Dat is logisch. Dat is logisch. Ja, dus en mijn kinderwens dit jaar is dat ik ook een gaten schoen krijg, zoals Paul Onodosho Gishosho. Paul Onowatjo, spits van Racing Genk, inderdaad. Die, die. Ja, maar ik wil er twee, zeg. Ja, want die Paul Ogarme, die moet niet met één gouden schoen rondlopen. Daarmee dat die voetballers zo vaak hinkelen over het veld. Die krijgen maar één schoen om aan te doen, denk ik. Voetbal kan een rare sport zijn, hè. Rare sport? Soms een rare sport, Ruben. Doe dit niet zo belachelijk. Oh, sorry. Alle sport is raar, hè, Ruben. Allee, welke voetbalclub noemt zich nu Racing Genk? Hè? En dan de wereldkampioen Formule 1 rijden, die heet dan weer Max Verstappen. Allee, Ruben. Het klopt niet altijd, wie verzint zo inderdaad. Zeg, heb jij ook voor jezelf goede voornemens gemaakt? Ja, minder protjes en boertjes laten. Dat is heel beleefd. Dat stond ook op mijn lijst. Ja, maar nee, maar dat is niet om beleefd te zijn. Dat is voor het klimaat, Jan. Ja, want ik heb gelezen dat gasuitstoot heel slecht is. En vooral onze koeien zijn niet goed bezig, hè, Ruben. Ja, want die moeten dringend 30% minder boertjes en scheetjes laten. Want anders gaat de aarde verder opwarmen. Oei, oei. En dan krijgen die koeien nog meer dorst. En dan gaan die meer drinken en dan gaan die weer meer boertjes laten. Allee, dat is zo'n pretentieuze cirkel. Een vicentieuze... Allee, zo'n cirkel. Een vicieuze cirkel, ja, ja, inderdaad, Ruben, dank u. En de koeien, die zijn ons aan het koeieneren. Ja, geef mij maar varkens. Allee, niet prins Andrew van Engeland. Dat is een zwijn, hè. Ja, maar echte varkens, want die zijn flink. Ah, is dat waar? Zijn die flink? Ja, echt, want in Amerika heeft iemand voor de eerste keer een volledig nieuw hart gekregen van een varken. Ja, dat was in het nieuws. Ja, het leek me wel een zware operatie. Ik vraag me af of er neveneffecten zouden zijn. Oh, ja, maar die meneer die kan nu naar het schijnt keigoed truffels zoeken. Ja. Ook een voordeel. Ja, hey. Trouwens, ik heb groot nieuws. Nog groot nieuws. Ah, bon, krijgen we een primeur van jou? Ja, ja, ik heb mij laten vaccineren. Vaccineren? Ja, in de zoo van Antwerpen. Want dan mocht ik daarna als cadeautje gratis naar de dieren kijken. Goed zo, oké. Okay. Ja. Zeg, en deed de spuit geen pijn? De eerste keer niet, want toen was die spuit leeg. De sloepers. En de tweede keer eigenlijk ook niet, want ik kan daar tegen. En iedereen vindt mij heel flink, behalve Rick Torfs. En je weet wel, die meneer die voor de katholieke kerk werkt, die vond dat schandalig dat ze de dieren dan gebruiken om kinderen te lokken voor een spuit. Maar bij de kerk is dat toch ook zo? Die lokken toch ook kinderen? Je doet dat toch ook alleen maar je communie, omdat je dan cadeautjes krijgt? Sommigen gaan dat inderdaad doen. Zeg, je hebt ook een cadeautje bij over cadeautjes gesproken. Wie krijgt van jou de pluim van de week? Ja, het is een speciale pluim zonder vogelgriep deze week. Ja, en ik wil eigenlijk aan jullie allemaal een pluim geven. Dank u. Maar ik ga de speciale pluim aan Jeroen Mus geven, want die heeft de prijs gewonnen omdat hij mensen zo lekker leert koken. En ik ga dat al zingen doen. Zoals Stromae. Ken je Stromae, Ruben? Zal wel zijn. Die is ook een hele grote fan van mij. Oh, oké. Dus je gaat een liedje zingen van Stromae. Ruben, nee, van K3. Oh, van K3. Ik ben 6 jaar. Ja, ja, zijn jullie klaar? Ja? Wat doe je met mijn lijn? Ze gaat plotsen. Het mag minder boter zijn. En meneer Chaco bakt ook een keer een wafel op TikTok. Omzet die televisiekok. Allemaal la 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 la. La 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 la
Mooi, ik vind het heerlijk, Jan. Ja, het is ook... Dankjewel, Ruben. Dankjewel, Jan. Dankjewel, drie. Jij bent vooral bedankt. Dankjewel, kleine Elske. Dankjewel, Else Schepper. Yeah.